Een ultimatum. Veiligheidsadviseur Melvin Linscheer eruit of Brunswijk doet niet meer mee? De gezondheidszorg zal de komende COVID-golf niet aankunnen. En voedsel wordt in Suriname dagelijks duurder. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV Suriname van 5 december 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De onrust binnen de regerende coalitie in Suriname wordt steeds manifester. Nadat hij enkele dagen terug te kennen had gegeven dat hij president Santokki niet meer vertrouwt, stelde de vicepresident het staatshoofd dit weekend een ultimatum. Veiligheidsadviseur Melvin Linscheer eruit of Brunswijk doet niet meer mee. De inlichtingendienst van de vicepresident had hem gerapporteerd dat Linscheer opdracht had gegeven om hem te bespioneren. Nadat Brunswijk hierover tegen de media had geklaagd, zou Linscheer hebben gezegd dat dit gewoon doorgaat. De onmin tussen de twee gaat ver terug. Linscheer, decennia lang vertrouweling van Desi Bouterse, zou in 1990 Stuart Dale en Doetje Apai, twee lijfwachten van Brunswijk, hebben vermoord. Dat zou gaan om een drugsruzie. In dossier Mungo, 290 uur, beschrijft Frits Hiersland, eertijd secretaris en woordvoerder van het Jungle Commando van Brunswijk, hoe luitenant Melvin Linscheer en Rupert Christopher, kabinetschef van de toenmalige president Bouterse, de ongewapende Dale en Apai in het presidentieel paleis doodschoten. Paul Somahartjo, voorzitter van Pachaya Luhur, gaf zaterdag tijdens de viering van de 24e verjaardag van zijn partij een weinig subtiele hint. Als de ABOP en zijn partij uit de regering zouden stappen en de NPS zich bij hen zou voegen, dan is de regering gevallen, zei Somo. Alle drie de partners zijn niet blij met hoe de regering functioneert. ABOP en PL zwoeren zaterdag opnieuw trouw aan elkaar en riepen de NPS op zich bij hen aan te sluiten. De gezondheidszorg zal de komende COVID-golf niet aankunnen. Dat zegt een arts van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo anoniem in Times of Suriname. De gezondheidszorg is op sterven na dood, zegt hij. Er is al maanden een structureel tekort aan geld, middelen, medicijnen en personeel, artsen en alles wat nodig is om adequaat gezondheidszorg te bieden. Het regenseizoen is begonnen en het aantal COVID-besmettingen blijft stijgen. De arts zegt dat de noodzaak voor goede COVID-19-zorg groot is, maar dat het is alsof de regering daar niet echt aandacht voor heeft. Hij verwacht dat het aantal besmettingen in december nog sterker zal toenemen. Er zal immers veel gefeest worden, wat de mensen 2 jaren niet konden doen. Bovendien is het publiek lang niet meer zo voorzichtig als tijdens de voorgaande COVID-golven. Aldus de medicus. Voedsel wordt in Suriname dagelijks duurder. Voorzitter Rudy Mouridjan van de coöperatieve vereniging Pluimveeboeren voorziet een verdere prijsstijging voor kippenvlees en eieren. De voerfabrieken verhoogden hun prijzen naar bijna 1000 SRD per zak van 40 kilo. Dat betekent dat kip en eieren, traditioneel de goedkoopste leveranciers van dierlijke eiwitten, op korte termijn duurder zullen worden, zegt Mouridjan. Er zullen ook steeds meer kleine en middelgrote pluimveebedrijven over de kop gaan. De consument zal immers minder kip en eieren kopen. Alleen de grote bedrijven zullen het overleven, verwacht hij. Lokaal gekweekte kip kostte enkele maanden terug gemiddeld nog 100 SRD per kilo. Tot zover RegioNieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app RegioNieuws TV. En nieuws melden, dat kan natuurlijk ook. Stuur dat naar onze redactie suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt, vergeet u niet om u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.